Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVR en Schouten Zekerheid. Het Albeda Danscollege, dames en heren. Met de vocale begeleiding van DJ Git Hyper. En laatstgenoemde blijft heel de avond bij ons om ons vocaal te begeleiden. Laten we op deze prachtige avond in de stad die ons allemaal bindt in deze regio, maar gelijk lekker chauvinistisch beginnen, dames en heren. En de wens, de verwachting uitspreken dat 2013... een nog mooier jaar wordt dan 2012. Chauvinistisch, hè? Sliedrechtsport, de volleybaldames gaan natuurlijk weer kampioen worden. En die beker pakken ze ook. En Diane Valkenburg, de topschaatser uit deze regio, gaat natuurlijk weer gloreren in het prachtige sportjaar 2013. En waarom, beste mensen, zouden Sparta en Feyenoord eigenlijk geen kampioen worden? En gaan wij met elkaar een aantal prachtige feestjes vieren. Dat van Feyenoord... natuurlijk op de Coolsingel. Op die Coolsingel komen we sowieso... Het is hier een drukte van belang hier bij die marathon. Duizenden mensen hier langs het parcours. Ik zit hier achter de Kenianen. Hoho, wat lopen die hard, zeg die mannetjes. Ja, die zijn weer niet bij te houden hier. Het is een geweldige drukte hier. We draaien hier het Kralingse Bos af. Dan komen ze nu Kralingen binnen. Oh, wat een gekke huis. En ik zie, oh, fantastisch veel mensen hier. Wilfried de Jong, dames en heren. Geweldig hier allemaal. Oh, het is weer druk op de marathon. Geweldig. Hey, Wilfried. Ja, mooi, hè? Ja, die marathon is als verslaggever, dames en heren. Ik mag het straks op 14 april hopelijk voor de 17e of 18e keer gaan doen. Echt de allermooiste dag van het jaar. De spanning die voelbaar is. En die geur ook, want jij hebt ook achter op de motor gezeten. De hele dag stinkt je naar die motor. Jij hebt trouwens het postuur om te lopen. Ik niet, maar jij wel, Wilfried. Ik heb het postuur om te lopen, maar ook om te eten. Er kan echt een hoop bij. We zijn begonnen. De klok ziet u tikken. Het thema is vanavond de marathon. Daar is een prachtige film over gemaakt.
Die film is een hit geworden in de laatste weken. Gaat u allemaal meer over horen. En we gaan proberen met elkaar, Wilfried, het parcoursrecord te verbeteren. Ja, wat is het parcoursrecord, weet jij? 2:04:27, ooit gelopen door natuurlijk een Keniaan, Duncan Kibet in 2009. Oké, en waar gaan wij op afkoersen met deze hele zaal? Laten we weggaan op een schema 2:02:00. Ja, en geen paniek, het is niet gelijk 2:03:00, 2:02:00 dat u hier zit. Een deel vindt weer buiten de zaal plaats, maar we gaan hier ongeveer, denk ik, hier moeten we ongeveer op 1.5 uur zitten en dan moeten we naar buiten kunnen stomen en dan krijgen we nog het extraatje. Ja, we zitten op 5:21. We hebben al lichte haast. De Kenianen zitten bijna op 2 kilometer. Hè. Die lopen 3 minuten over 1 kilometer in de marathon. Ik heet u eerst formeel welkom namens de 4 betrokken organisaties bij de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. Namens de gemeente Rotterdam, namens Rotterdam Topsport, namens Rotterdam Sportsupport en natuurlijk namens RTV Rijnmond. En ook de kijkers van ons mooie station heet ik hier van harte welkom. Eventjes, u heeft allemaal iets op uw stoel gevonden, een nummer, een startnummer als het goed is. Geen paniek, u hoeft vanavond niet te gaan lopen, de brug over ook niet. Maar u moet het nummer wel goed bewaren, want het staat voor een prijs aan het eind van de avond. Dus stop hem ergens in de binnenzak of speld hem op. Iemand in deze ruimte gaat sowieso als winnaar naar huis. We gaan trouwens vanavond... Nummer 523. Nee, dat doen we later, Wilfried. Okay, niet te snel van start gaan in die marathon. Hè. Dat kan je later opbreken. 523, je mag naar huis. We gaan, dames en heren, in 7 categorieën mensen huldigen. En we gaan natuurlijk de kampioenen uit de verenigingssport uitgebreid in het zonnetje zetten vanavond. Laten we maar gelijk beginnen met een belangrijke categorie. Want u weet allemaal dat vrijwilligers ook de sport in deze regio dragen. We gaan als eerste kiezen de sportvrijwilliger van het jaar. En de man die deze prijs gaat uitreiken is een logische, hè? De directeur van de Rotterdam Marathon. Ik vraag een warm Rotterdams Rijnmonds applaus voor Mario Kadix. Ja. Mario, goed dat je er bent. Je snelste tijd ooit op een marathon? Ga ik niet verklappen. Maar dat is vrij beroerd dus. Ik heb... Eigenlijk de 2 meest gestelde vragen is, heb je de marathon ooit gelopen? Het antwoord is nee, dus ik kan daar ook geen antwoord op geven. Heb je er ook, net zoals ik, überhaupt geen zin in? Het is gewoon te ver, toch? Voor mannen zoals wij. Nee, het is de overwinning op je agenda. En dat is eigenlijk goed doorzetten. Maar zo'n makkelijk excuus, Mario, als je dit nu zegt en nooit gelopen hebt. Het is de overwinning, de agenda is de baas. Kijk, Mario, nog 1 vraag. Hè? Ja. Vrijwilligers dragen de sport. We gaan nu zo die eerste categorie gaan we huldigen. Ook jouw evenement kan niet zonder vrijwilligers volgens mij, maar die zijn erg belangrijk. Ja, absoluut. Wij doen denk ik met elkaar beroep op ongeveer een kleine 1400 à 1500 vrijwilligers alleen al bij de marathon. En we doen al wat meer evenementen dan alleen de marathon. Dus dat betreft een hele belangrijke groep. En mede dankzij deze groep mensen kunnen wij dit hele mooie evenement maken en neerzetten zoals dat jaarlijks gebeurt. Dus dat betreft, mag ik een keer een vrijwillige toilet schoonmaken op kilometer punt 35? En we hebben er genoeg. Ja, dat weet ik. Ja, nee, we laten we de genomineerden in deze categorie, dames en heren, maar direct aan u voorstellen. Hier zijn Ronald Hiwat, Gabrielle Kluwe en Abdesamia Magnoui. Ronald, even duidelijk. Hè. Jij bent van Bokschool IJsselmonde. Gabrielle is van korfbalvereniging Eureka, een prachtige vereniging. En dat de Samia is van Abdelkwan Taekwondo. Jij hebt die bokschool opgericht, zag ik in de voorbereiding, toen je zelf in een moeilijke fase van je leven zat. Wat kun je daar meer over zeggen? Ik kwam in een jaar of 20 geleden kwam ik in aanraking met het welbekende blootje. Ik had mijn sportcarrière al achter de rug. En dat ging eigenlijk met mij op de loop. En... toen heb ik besloten om het boksen als springplank te gebruiken voor de jongeren. Zodat ze een ander alternatief hadden. Dat ze in ieder geval van de drugs afblijven. Inmiddels hebben we een aantal kampioenen van Zuid-Holland al in huis. Een paar kampioenen van Nederland. We zijn bezig met een kookclub, daar hou ik ook erg van. Wanneer mogen Wilfried en ik bij je komen dineren? Wanneer je wil. Wat wel mooi is, hè, want we lachen nu en dat hoort zeker op deze feestelijke avond. Maar sport is een middel voor mensen om een ander en beter bestaan op te bouwen. Ja, zeker, ja. Het is bij ons heel laagdrempelig en jongeren die normaal gesproken buiten lopen te klooien, om het maar plat te zeggen, die halen wij naar binnen en die geven we een thuishaven. Je bent een van de 3 genomineerden, 2 heren en een dame. En we gaan nu bekendmaken wie de sportvrijwilliger van het jaar is. Mario Kadix krijgt een bidon overhandigd. Een belangrijk moment.
overhandigd door een van de kampioenen uit de verenigingssport. En Mario Kadings gaat nu zit de collega Wilfried de Jong zijn microfoon bekendmaken wie de sportvrijwilliger van het jaar 2012 is. Het is karton, het zit heel erg stevig erin gerold. Ja, daar komt hij. De winnaar is Ronald Hawin. Ronald, kom maar even. Veel tempo. We zijn ongeveer 13 minuten onderweg. Ronald wil nog wat één, zeggen. Nog één ding als winnaar. Een kort statement. Ik draag hem op aan mijn kleindochter. We zijn 14 dagen geleden opa en oma geworden aan Isaiah Jesley. Prachtig, hoi. Ronald. Dank jullie wel. Gefeliciteerd. Geweldig. Het is hem van harte gegund om nog maar een keertje aan te tonen dat die verenigingen de sport in onze regio dragen. We gaan naar een volgende categorie, dames en heren. Die van het sporttalent van het jaar. En de man die nu het podium opkomt, ik weet dat hij tegen ons wel eens gezegd heeft van RTV Rijnmond. Eigenlijk was ik zelf niet zo talentvol, maar hij werd wel heel goed. Hier is Raymond Sluiter. Goedenavond Raymond. Wie zei er voor het eerst tegen jou, jongen, jij hebt talent? Nou ja, ik denk dat het mijn ouders geweest zijn, want die waren niet zo objectief. Dus... Paar Maas Sluiter vertelde alleen maar mooie dingen tegen je. Ja, toch een beetje motiveren, hè, die handel. Nee, maar is er toch iemand die dat op een gegeven moment zegt, dat dan het belletje ringt, dat je, shit man, ik kan tennis. Ja, je kon ook goed voetballen, maar... Ja, nee, eigenlijk niet. Weet je, je doet gewoon je ding en je bent jong en af en toe win je eens een potje. En je wint over het algemeen, als je jong bent, dan iets meer dan dat je verliest. En dan vind je al snel iets leuk. Nou, dat gecombineerd met het feit dat ik gewoon verliefd was en nog steeds ben op dat spelletje. Ja, heeft me toch gebracht wat er uiteindelijk gekomen is. Ja, mooie carrière. Ja, absoluut. Ja. Raymond, jij kent de drie genomineerde talenten, hè? De wisselwerking hier is leuk. Ja, er begint er bijna niet meer aan het podium. Oud-collega bij Raymond, hè, ooit prachtige programma's maakte hij voor ons. Hey, jij kent de drie talenten, je bent met ze op pad geweest. Goeie gasten allemaal. Ja, superleuk. En we hebben met z'n vieren hebben we getennist. Ik ben heel blij dat ik niet een van de andere sporten hoefde te doen, want anders had ik op de motor moeten zitten. Ik had of moeten schaatsen of moeten korfballen. Nou ja, dat had echt niet mooi geweest. Dus ik ben heel blij dat ze mijn sport even wilden doen. En wat gewoon heel erg opviel is de discipline en de gedrevenheid. Weet je, ze kwamen... Ja, dat is jij vroeger, zeg maar. Nou ja, dat zijn jouw woorden, maar... Zeg het ook cynisch. Dat hè, zijn jouw woorden. Oh, oké, nou ja, ik moet ook nog even inkomen op zo'n avond. Weet je, maar... joh, laat me gewoon naar het filmpje kijken, goed, dan weten we veel meer. De drie kanshebbers. Dat je dan tussendoor op bepaalde meetmomenten een prijs krijgt als sporttalent van Rotterdam, van jouw stad. Ja, dan geeft dat toch nog even een extra zetje. Ik werd sporttalent, Feyenoord werd sportploeg en ik mocht met John de Wolf op de foto. Nou ja, dat is hetgene wat mij op die leeftijd nog het meest voorstaat. Ik denk dat ik een jaar of 11 of 12 was of zo. Ben je blij met je nominatie? Ja, natuurlijk ben ik blij met mijn nominatie. Het is een hele eer om uit zoveel topsporters gekozen te worden. Dus ik ben zeker blij met de nominatie. Wat zijn je ambities? Vaste waarde binnen het Nederlands team en met PKC Ahoy winnen. Het is natuurlijk een enorme eer om talent van het jaar te kunnen worden uit zo'n grote stad en zo'n leuke stad. Dus, ja, enorm blij mee. Wat zijn je ambities? De Olympische Spelen natuurlijk. Ja, daar wil ik een keer goud in. Maakt niet uit welke afstand, gewoon één keer goud. En dan is mijn carrière geslaagd. Als je een jaar lang zo goed mogelijk gepresteerd hebt, kampioen bent geworden, dan krijg je ook nog een nominatie. En natuurlijk helemaal aan het einde van zo'n jaar een leuke beloning. Wat wil je nog bereiken? Ik zou graag wereldkampioen willen worden. Komend jaar ga ik WK rijden. En, ja, dat is mijn eerste jaar, maar... Ja, ik zou, maakt niet uit welke klasse, maar ik zou ooit wereldkampioen willen worden. Ja, buitengewoon interessant gezelschap.
van de korfballen verwacht ik dat het sowieso wel goed komt. Die heeft toch wat balgevoel, wat situatieanticipatie. Ja, met een schaatser en een motorracer is het even afwachten hoe het zit met het balgevoel. Fijn dat jullie ook mij niet uitgenodigd hebben voor jullie sport. Want dat zou hele slechte televisie gaan leveren, hele slechte beelden. Gaan we naar de overkant en dan gaan we aan de bak. Ja, zet aan. Goed, en de volgende. Klasse, dat is goed. Super. Mooi hoor, hij. Hup. Klasse. Netjes. Goeie smash. Hup, naartoe. Er werd aardig getennist. En vooral de leergierigheid is heel leuk. Over 2 jaar hebben we allemaal nominaties in de categorie tennis, denk ik. En hier zijn ze, Richard Kunst, Michael van der Mark en Sanneke de Neeling. Richard, kom erbij. Ja, Richard. De dame in het midden. De dame in het midden, heel netjes. Van PKC, die naam hoor je al 100 jaar als het om korfbal gaat, hè? Ja, klopt, ja. Is het niet moeilijk dat je bij een sport zit, dat je heel erg goed bent, maar dat er vaak vanuit het buitenland zo weinig concurrentie is? Is dat lastig? Ja, vooral vroeger was het natuurlijk dat Nederland vooral wel de beste land was van de wereld. En daar zijn we als Nederland ook druk mee bezig om dat te verbeteren. En uit Taiwan en België komt natuurlijk concurrentie en dat proberen we een beetje over heel de wereld te krijgen nu. Dus je vindt het juist fijn als ze buiten Nederland beter worden? Ja, dat hebben we eigenlijk al een beetje nodig. Als we Olympisch willen worden, dan moeten we concurrentie hebben. Ja. Richard, jij bent wereldkampioen geworden met Jong Oranje. Raymond had ooit de droom om de finale in Ahoy te halen. Is hem gelukt een aantal jaren geleden. Droom jij van de zaalkorfbalfinale in de Voor Ahoy met PKC? Ja, daar heb ik nu al 3 keer gestaan. Ja. En 3 keer tweede geworden. Ja, dus ja, maar nu een keer winnen. Nu een keer winnen, ja. Dat goed. Is, mijn ambitie. Michael, jouw vader was ook een uitstekende wegracer. Heb jij thuis besmet met dat virus? Nou ja, op zich, hij was al lang gestopt voordat ik geboren werd en ja, we keken altijd wel, maar mijn 11e begon ik echt pas om te zeuren. Dus te zeuren zelfs? Je wilde gewoon vroeg mee op die motor, op die weg gaan racen? Nou ja, dus, ja ik was 11, dus ja, zijn jongens beginnen veel eerder, maar ik kwam wat later en ja, toen ik eenmaal wou, toen moest het ook. Ja, en waarom moest het? Omdat je erg gedreven bent? Ja, in één keer trok het me heel erg. En dat is iets wat ik wou doen. Voetballen, hockey, lukte me allemaal niet. En ik denk, ja, dan moet ik dat proberen. Ja, en waar droom jij van in jouw sport? Ja, wereldkampioen worden. Ja, dat zeg je even op een regenachtige maandagavond in een vol Luxor. Ja, het is je droom en mijn doel, dus ja, daar moet je voor gaan. Sanneke, allereerst mijn complimenten hoe jij je blonde haar achterover gooit. Want ik heb Raymond Sluiter in het filmpje heel erg verlegen zien worden. Dat doe je heel goed. Je kan ook heel goed schaatsen, maar goed in 3 kilometer bijvoorbeeld. Waarom richt jij je op lange afstanden? Lange afstanden vind ik natuurlijk erg leuk. En ik ben iets minder goed in starten. Dus ja, dan moet ik natuurlijk aan... Maar aan starten valt toch te werken? Ja, natuurlijk. Maar ja, lange afstanden zijn natuurlijk ook heel erg leuk. Maar je bent echt, nou, dat zeg je, je bent echt een stayer. Maar eigenlijk is er best wel veel kritiek op de 10 kilometer bij de mannen. Bijvoorbeeld zeggen ze, dat wordt echt te lang. Ervaar je dat zelf niet zo als je thuis zit te kijken? Ja, ik hou het meestal ook niet zo heel lang vol. De 10 kilometer moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ja, de laatste ritten vind ik altijd wel heel erg spannend. De laatste ritten met zijn kamer meestal, de laatste paar rondjes. Drie scheelt nogal eventjes, hè? Ja, precies. Nou, we gaan kijken wie van jullie gaat winnen. Ook in deze categorie de winnaar of winnares misschien wel bekend te maken, dames en heren. Raymond Sluiter, ooit finalist in Ahoy, ooit held in de Davis Cup, gaat nu bekend maken wie het sporttalent van het jaar 2012 is. Hij pakt zijn tijd. Alsof hij gaat serveren in een belangrijke wedstrijd. Raymond, en de winnaar is... Sanneke de Neeling. Gestemd heeft, al mijn klasgenoten natuurlijk, mijn ouders en ja, het is een geweldige prijs en bedankt. Ah, vooral die klasgenoten is leuk, hè? Sanneke de Neeling.
misschien gaan we haar ooit terugzien in een vol tee-off bij een EK Allround of zo. Gaat ze concurreren met tal van wereldtoppers. Goed, het sportjaar 2012 is bijna ten einde, dames en heren. We keken net al even vooruit en we zijn met elkaar, zeker in deze decembermaand, optimistisch. Maar we kijken nog eenmaal terug in een filmpje gemaakt door de sportredactie van RTV Rijnmond op het fraaie sportjaar 2012. In de eerste ronde. Het was in heel veel opzichten een geweldig sportjaar, ja, ja, dames en heren. Jawel. Tuurlijk. We zijn, Wilfried, bijna 25 minuten onderweg. Is dat snel eigenlijk? Ja, dan lopen we op het schema van een parcoursrecord. We gaan richting het 10 kilometerpunt op de Spinozaweg. Wacht even, loop jij op het schema? Ja, ik rijd op de motor mee. Hè. Nee, ik loop dat schema nooit, Wilfried. Okay. Ik ga op de motor mee, dan zijn we straks op 14 april ongeveer bij de Spinozaweg bij het 10 kilometerpunt. We gaan naar de volgende categorie, die van de sport... Coach van het jaar, dames en heren. En de dame die de prijs gaat uitreiken is eigenlijk verantwoordelijk voor deze avond. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de sport in onze stad. Hier is wethouder Antoinette Laan. Je hebt er zin in? Ja, geweldig. Dit is zo'n waanzinnige avond. Ja, waarom is dit zo? Ja, als je die beelden net ziet, een berg energie krijg je ervan. En de mooiste stad van Nederland. We gaan de kanshebbers in deze categorie, de sportcoach van het jaar, aan u voorstellen. De genomineerden voor coach van het jaar zijn... Ronald Koeman, trainer Feyenoord. Ronald Koeman werd met Feyenoord tweede in de eredivisie en dwong deelname aan de voorronde van de Champions League af. De trainer werd daarvoor beloond met de Rinus Michels Award. Ook dit seizoen presteert de ploeg weer boven verwachting. Errol Essayas, coach Rotterdam Atletiek. Errol Essayas behaalde met zijn pupil Patrick van Luik een zilveren medaille op het EK Atletiek in Helsinki. Van Luik maakte ook deel uit van het estafetteteam dat goud won op de EK en zesde werd op de Olympische Spelen. Paul van As, coach Nationaal Hockeyteam. Paul van As won met de hockeymannen een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Londen. Ook tijdens de Champions Trophy in Melbourne deze maand eindigde Van As met oranje op de tweede plaats. En hier zijn ze, Ronald Koeman en Errol Essayas. Van
Nederland. Paul van As ontbreekt helaas vanavond, die had andere verplichtingen. Errol, hoe zie jij dat iemand een goede sprinter is eigenlijk? Er zijn zoveel dingen die meespelen. Manier van lopen, manier van wandelen, zeg het maar. Maar het is niet zo dat als je zegt van oké, bijvoorbeeld Ronald Koeman, die gaat even in zijn onderbroekje staan en zegt dat is een hele goede sprinter. Moeilijke vraag, moeilijke vraag. Was jij een loper, Ronald? Of had je daar een hekel aan, zoals de meeste voetballers? Nou, er werd gelachen, dus dat was al het antwoord. Ja. Maar vroeger had jij helemaal niets mee op de Amsterdamse bosbaan in je tijd bij Ajax of in Barcelona? Nee, dat was niet het leukste wat je op de training kon doen, ja. Hey, coaches, dat zei mevrouw Laan net goed, moeten mensen raken, hè? Hoe raak jij mensen? Nou, ik denk dat je mensen raakt om... om mensen te motiveren, één, maar vooral om te laten zien waar ze zich in kunnen ontwikkelen en prikkelen. En soms wel eens de lat iets hoger leggen dan misschien de speler op dat moment verwacht, waardoor je ook spelers laat nadenken. Laten we maar gewoon bekend gaan maken, dames en heren. Paul van As is ook een van de drie kandidaten, logischerwijs, wie de sportcoach van het jaar 2012 is. Daar is weer een van die kampioenen uit de verenigingssport. En Antoinette Laan, onze sportwethouder, gaat bekendmaken wie de sportcoach van het jaar is. Die bidon gooien we weg, net als bij de echte marathon. En de winnaar is, zeer verdiend, ook Ronald Koeman. Ronald Koeman! Laat hem even zien, Ronald, zoals dat hoort, omhoog met die beker. Ronald, nog één vraag op dit moment. Je hebt als speler wel eens de Champions League gewonnen, toen nog Europa Cup 1 geheten. Je bent Europees kampioen geworden, diverse keren kampioen. Wil je ons uitleggen waarom dit toch het hoogtepunt in jouw carrière is? Nee, dank je. Kan ik niet. Maar ik wil wat zeggen. Iedere prijs is leuk. Ik sta liever het einde van het voetbalseizoen met een schaal in plaats van deze trofee. Maar dat is nog ver weg. Maar ik wil een aantal mensen bedanken, want zoals in ieder weet ben je onderdeel van een club. Ik wil de club Feyenoord bedanken. We zijn ooit met elkaar aan de slag gegaan, anderhalf jaar geleden. Van beide kanten toch wel iets van bekijken hoe het gaat. En ik heb wederom voor een jaar bijgetekend. Het geeft wel aan dat het ongelooflijk goed past. Erik Gudde, Martin van Geel, Mark Koevermans is aanwezig. Zijn een beetje de bepalende mensen binnen de club, maar ik daal graag af naar de mensen met wie ik vooral iedere dag op één kantoor werk. En dat is de technische staf. Jean-Paul van Gastel is aanwezig. Ja. Zeker op zijn plaats. Gio van Bronckhorst, Patrick Lodewijks en Twan van der Golberg is toch een technische staf die... Die zeer past en die in allerlei opzichten werkt aan de ontwikkeling van het team, individueel en als elftal. En dat gaat niet slecht, eerlijk gezegd. Maar een speciaal dank voor één vrouw die strijd tegen borstkanker heeft gewonnen. En ik denk dat het veel meer waard is dan deze prijs, mijn vrouw Bartina. Dank u wel. Ronald Koeman. Prachtige. En Errol Essayas als runner-up. Prachtige laatste woorden van een vakman. Dat geldt ook voor Errol, maar dat weet u allemaal. We gaan naar een volgende bijzondere prijs, dames en heren. Ook een prijs voor mensen die door middel van sport betekenis aan hun leven geven. De gehandicapte sportprijs. En die prijs gaat uitgereikt worden door een man die hoofd van de afdeling kindergeneeskunde van het Sophia Kinderziekenhuis is. En dat kinderziekenhuis en het Erasmus MC bestaan volgend jaar 150 jaar. Hier is professor Dr. Bert van der Heijden. Dag meneer van der Heijden, u zet er een mooi pasje in. Dat laatste stukje vond ik snel. Ja, ik word zo enthousiast van al die sporters, ik kan niet meer stilstaan. Sport u zelf? Ik sport zelf. Wat doet u?
Ik doe fitness en ik doe heel veel fietsen. Heel ver. Heel ver fietsen? Maar niet heel hard. Nee, hoeft niet. Meneer Van der Heijden, uw ziekenhuis en het Erasmus MC bestaan volgend jaar 150 jaar. Wat gaan wij daar met elkaar van merken? Het Sophia Kinderziekenhuis bestaat 150 jaar. Wat we daarvan gaan merken is dat we met z'n allen er veel aandacht aan geven. Er een feest van gaan maken, eigenlijk met jullie allemaal. En ook proberen natuurlijk geld binnen te halen voor ons extra zorg voor ernstig zieke kinderen. Goed, we gaan ook in deze categorie blijven bij meneer Van der Heijden. Drie genomineerden bekendmaken. Drie genomineerde verenigingen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de gehandicapte sport in deze stad, in deze regio. Allereerst de Rotterdamse Dovenzwemclub, de Sportieve Handies en de Stichting Plons, dames en heren. Door Corine den Beste, voorzitter en tolk bij die vereniging, de Sportieve Handies. Door Annemarie Uitjens, oprichter en Stichting Plons, door bestuurslid Mark van der Heijden. Corine, ja. Ja. Hoe doe ik dit? Want ik ben totaal onthand nu. De microfoon moet je aan mij geven. Oké, dan ben ik weg. Ik zie je straks weer, schat. Ga jij even een plaspauze inlassen, net als bij de marathon. Als je een vraag hebt. Als ik een vraag heb, die wil ik. Ja, wat is haar werk? Ik ben de voorzitter van de Rotterdamse Dove Zwemclub. En vrijwilliger natuurlijk. Ja, dat is zo breed. Ik doe eigenlijk van alles. Hoe lekker is het eigenlijk om doof te zijn en te zwemmen? Het lijkt mij een genot. Ja, er is maar één woord voor. Het is heerlijk. Ze moest eens weten hoe verschrikkelijk het is met al die schreeuwende kinderen doorgaans. Heerlijk, toch? Nogmaals, heerlijk. Annemarie, jullie doen aan fitness en dans voor mensen die niet goed zien. Dat geldt ook voor jou. Het is goed om er even op deze plek bij te zeggen. En bovendien heb je ook nog je been gebroken. Het kan erg tegenzitten dus. Hoe is dat ontstaan, dat jullie specifiek voor deze mensen dit zijn gaan doen? Door mijn eigen visuele handicap die ik opliep in 1999. En toen ik naar het revalidatiecentrum met Loerf moest, werd ik verplicht om te sporten. En toen kwam ik terug in Rotterdam en helaas, in Rotterdam kon ik nergens terecht. En toen dacht ik, nou, als het er niet is, moet het er maar komen. Dan moet je over behoorlijk wat doorzettingskracht beschikken, denk ik, om dit van de grond te krijgen. Nou ja, ik heb altijd gedacht, niet nadenken, gewoon doen. Ja, gewoon lekker aan de slag. Rotterdams, hè? Ja, lekker Rotterdams. Niet nadenken, maar doen. Mark? We spraken net met meneer Van der Heijden over. Moet er een aparte... Blijf klappen. Moet er een aparte prijs zijn voor gehandicapten, vind jij? Nou, voor gehandicapten specifiek denk ik niet. Want ik vind zelf dat sport voor mensen met een beperking en zonder beperking behoort eigenlijk gelijk te zijn. Dus, maar dat hij er is, vind ik sowieso wel zeer noemenswaardig. Is er overigens een verschil tussen beperking en handicap? Ik heb het idee dat handicap een tijdje uit was en nu weer in. Ja, het is een omschrijving. Ik heb het zelf liever altijd over mensen met een beperking. Ja. Okay, dus de grote beperkingprijs wordt het dan nog. Moeten we hem even opnieuw raad geven? Het wordt een rare avond zo, Wilfried. Het is een zinswijze, dus het maakt op zich niet zoveel uit. Laten we kijken wie er gaat winnen. Ja, laten we maar gewoon bekend gaan maken wie die gehandicapte sportprijs 2012 heeft gewonnen. Welke van de drie genomineerde verenigingen met die prijs aan de haal gaat. Meneer Van der Heijden, aan u het woord. En de winnaar in deze categorie, de gehandicapte sportprijs 2012, is... De Rotterdamse Dove Zwemclub. De Rotterdamse Dove Zwemclub. Met Corine den Besten. Kan ze nog iets zeggen over wat ze van het beeldje vindt? Hoe het eruit ziet? Wil je hem heel even vasthouden? Want ik moet natuurlijk gebaren maken en met een beeldje... Hij weegt 3 kilo, dames en heren. Goed, nu de gebaren.
Ik heb nu deze beker gekregen en er is maar één woord voor. Ik ben zo vreselijk trots. Voor, niet alleen voor mij, maar voor de hele club. En echt een applaus. Corine den Besten, dankjewel, dames en heren. Gefeliciteerd allemaal. Dankjewel. Van de Rotterdamse Dovenveenclub, zwemclub. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door JVR en Schouten Zekerheid.